Het lijkt erop dat koningin Camilla even een stapje terugneemt na de recente kankerdiagnose van haar echtgenoot, koning Charles. In de afgelopen maand heeft ze de koninklijke taken op zich genomen, maar nu voelt ze de noodzaak om meer tijd door te brengen met haar zieke man. Gedurende februari heeft ze dertien officiële afspraken afgehandeld, maar vanaf nu tot 11 maart zal ze zich richten op de zorg voor haar man. De afwezigheid van koning Charles en koningin Camilla betekent echter niet dat de koninklijke agenda volledig stilvalt. Prins William, Prinses Anne, Prins Edward en zijn vrouw Sophie zullen gedurende deze periode enkele koninklijke taken op zich nemen. Commonwealth Day, de jaarlijkse viering van het gemene best van naties, markeert een belangrijk moment waarop we hopen koning Charles weer te zien tijdens zijn toespraak. Maar gezondheidsproblemen lijken niet beperkt tot koning Charles en koningin Camilla. Prinses Catherine, na een buikoperatie, blijft buiten de schijnwerpers. De geruchtenmolen draait op volle toeren. Met wilde speculaties variërend van ontvoering door schoonzus Meghan Markle tot het doneren van een nier aan koning Charles in ruil voor de troon. Kensington Palace, dat meestal terughoudend is met informatie, voelde de druk om een verklaring af te leggen over de gezondheid van prinses Catherine. De laatste openbare verschijning van prinses Catherine dateert van 25 december 2023, tijdens een kerstfeest met de koninklijke familie. Sindsdien zijn de geruchten alleen maar toegenomen. Kensington Palace heeft echter benadrukt dat het herstel van de prinses volgens de eerder verstrekte informatie verloopt en dat belangrijke updates zullen worden gedeeld. Hoewel de speculaties aanhouden, verzekert het paleis ons dat prinses Catherine het goed blijft doen. Terwijl we wachten op de terugkeer van koning Charles en koningin Camilla naar hun koninklijke taken, blijft de koninklijke familie zich aanpassen aan de uitdagingen van gezondheidsproblemen. De komende weken zullen ongetwijfeld onthullingen en nieuwe ontwikkelingen brengen in dit koninklijke hoofdstuk.